Twee dagen na de komst van haar tweelingmeisjes voelt Kirsten zich sterk genoeg om verpleegkundige Goedelen te helpen met de verzorging. Martin. Ze heeft dat goed gedaan. Ja. Ze is wel nog wat afgevallen. 1,770 kilo weegt ze vandaag. Maar dat mag 800. 80. Ja. We gaan zien. Ze mag nog wel wat afvallen, maar ook niet te veel. En als ze wel te veel is, wat gebeurt er dan? Nee, geef gewoon meer vocht. Dus... En Rie, die heeft al stoelgang gehad. Oh, oké. Ik kan ze gewoon wassen met een beetje warm gemaakt water. Dat ik dan overal even wrijf, een beetje verfris. Ja, ga je nou eens troosten eerst? Het belangrijkste is dat je zo ziet dat haar armen niet allemaal open liggen, dat die zo'n beetje samen liggen, haar beentjes ook samen zo'n beetje tegenhouden. In uw buik zat die ook. Eigenlijk ja, had hij niet veel plaats en hier heeft ze te veel plaats en dan raakt ze soms de weg kwijt. Ja. Ondanks het feit dat ze niet veel plaats had, bewoog ze toch altijd goed. Dat was de beste. De meest bewegelijke. Ja. Dan ga ik even de couveus wat platter leggen, want we gaan ze ineens wegen. We zien dat de weegschaal op nul is. Nu de vaste. Ja, en je mag ze neerleggen. 1 kilo 40 grammetjes. Er staat 10 gram. Dat is goed, hè? Gisteren was het 1 kilo 80, zeker. Ah ja. Dan is er niet zoveel afgevallen, hè? Dan zijn we dus bij jullie.